Een hele goede morgen iedereen. Het is al bijna middag. Volgens mij is het al zo goed als middag. Ik ga eventjes wat eten halen. Ik heb een beetje trek. Dus ik ga echt even wat halen. Dan ga ik even naar de bakken gaan ofzo. Het is heerlijk weer. Zo, dus ik heb precies. Ik heb er zin in. Dus ik ga er 7-7 halen. Dus ik ga even naar de bakker. Naar de beste bakker, bakker in Bart. En dan even een broodje halen. En wat drinken denk ik. Om te halen wel voor niks. Maar ik heb echt, echt even wat eten. Want het is echt al een keer. Ja, heel erg spannend. Nu al een week bezig zijn. Ben. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ja, ben al een week bezig voor Unicef. Ik ben daar heel hard van aan het werken om mensen te laten doneren. En dat zijn niet alleen ik thuis, maar er zijn nog meer mensen. Hoi! Omdat ik Christophe Weken is ook bezig voor Unicef. Er zijn nog meer mensen bezig voor Unicef. Ja, niet wat te doen. Ik ben heel hard mee bezig om te doneren. En dat is wel heel erg belangrijk, want ja, de armoede heerst nog altijd. Echt heel erg. Ik zou het is niet heel normaal. Ja, heel erg. Want ja, je gunt niemand kansarmoede. Je gunt eigenlijk helemaal niemand. Dat gunt je echt niemand. Omdat daar is dat, ja, heftig, want ja, kansarmoede, dat is niet normaal. Het is in Nederland heel extreem, maar ook in Vlaanderen, in Antwerpen, bij mij natuurlijk ook. In Zeeland, ja, je maakt ook dagelijks mee dat als het kindje ja, een huiskloentje haalt, bij de papa en mama, dat kindje dat niet kan halen, dat er geen centjes zijn. En dat is best wel heel extreem. Dat is echt, ja, ik vind dat heel erg. Je wilt toch eigenlijk toch dat dat precies allemaal goed komt. Want je wilt eigenlijk, je gunt niemand om in armoede te leven. Helemaal niemand. Dat is echt niet normaal. Dat is echt heftig. Dus ja. Het is best wel... Ik raak het, kansarmoede. Kansarmoede is sowieso 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. Dat is heel veel. Oh, kijk. Dat wilde ik eens gaan doen. Hè. Dat wilde ik eigenlijk eens gaan doen. Dat wilde ik gaan doen, maar ik weet alleen nog niet wanneer. Ik ga eens even hier mijn broodje of mijn drinken halen. Hallo. Zo. Hoi. Zo, ik ga zoekjes mijn drinken halen. Hoi. Zo. Hier even mijn drinken halen. Ik denk kastjes neem. En sinaasappelsap. Ik denk dat eens gaan nemen. Ik neem die. Kastjes. En een sinaasappelsap. Want ik ben live en ik anders heel weinig tijd om te drinken. Dus ja. Hoi. Zo. Wel, ik ga eens even mijn portemonnee pakken. Hoi. Zo, ik ga niemand filmen, maar alleen mezelf. Maar dat wist je al, hè? Doet goed hoor, op mijn YouTube-kanaal. Kijk, mooi zo. Ja, ik ben hier. Moet het 1,80 euro alsjeblieft. Kan ik binnen? Ja. Ik vergeet alleen het tasje. Ik heb wel een klein tasje voor je. Oh, merci. Kost dat nog wat? Wat doe je dus dan? Nee hoor. Oh, merci. Bloemetje ervan? Nee hoor, dat is niet. Hé, hey, dank u. Fijne dag.
Kom aan, hè. Kom, zet hem hier op. Doeg. En dus ik heb die hier ook gehaald. Dus ga ik dan even naar de bakker toe. Om even mijn brood te halen. En ja, een broodje gezond. Ik vind dat heel erg lekker om te eten. Ik heb hier precies mijn drinken. Ja, ik vind de auto heel cool. Ik ga dat lekker halen. Wakker bad. Lekker een broodje gezond. Yummy. Ik vind dat zalig. Ik ben er wakker voor krijgen. Ja, dan ik heb voor genoeg maaltijd. Hè. Ik ben druk bezig met alle dingen ondernemen. Dus dat is wel cool. Dus hey jongens! Ook nog in de vlag? Ja hoor. Kom maar. Nee, schitterend. Kom. Ik kan even een vuurtje. Hallo. Esso naar Erika. Oh, dank jullie wel. Ja, Esso naar Nino, Esso naar bankjes. Ja? Oké, ja, is goed. Hey, merci jongens. Ik ken het wel zo. Ik ken het wel zo. Hallo. Dus ja, je bent er. Dat je bent precies. Ik ga eens even. Moet ik echt even een broodje halen? Want. Broodje gezond? Ja, ik ben er zo van. Ik kan dat wel goed hebben. Nee, eerlijk. Precies redelijk koud. Dus. Jongens, even een broodje gezond doen nemen. Zo. Zo. Hoe? En daar neem ik wel mijn bonnetje van, dat is best wel een grapje. Dus ik vind dat wel lekker, broodje gezond, ja. Ik vind het zalig, ik ben er wakker van krijgen. En ik denk dat ik hier heb wel nog die broodjes. Die zijn hier allemaal, dus ik weet niet wat ik ga nemen nog. Maar dat wordt echt een lekker broodje. Dus ik ga er zeker iets hebben gedaan. Ik ben live, dus je moet goed de lunch doen. Dus ik ga het ook even doen, hè. Dan moet ik zo en dan moet ik even naar de fruitshaker. En daar ga ik dan nog even mijn fruitdingen halen. En dan ga ik dat ook even drinken. Hoi! Kom maar. Nee? Jij vindt hem niet? Ik vind hem alleen mezelf. Ik vind hem alleen mezelf. Oh, prima. Kijk maar, wat kan je hier zien, hè? Hier is de. Ik zal dat nooit doen hoor. Ja, ik vind hem een beetje zelf ook wel. Ik ken elkaar nu al langer dan vandaag. Ja, dat is waar. Ik wil een broodje gezond alsjeblieft. Maar... Ja. En wat vind je voor een broodje? Mag je even uitzoeken? Doe maar een, ja. Een, ja, zo eentje dan maar. Zo'n grootte? Ja. Wil je dat met boter? Wil je mayo? Nee, doe maar mayonaise en een keer curry. En alles lusje verder? Ja, behalve kaas en tomaat. Dus geen kaas? Nee, geen kaas en tomaat moet ik ook kniezen. Voor de rest vind ik alles lekker. Ik kom hier altijd met mijn broodje af, maar gezien normaal moet ik met mijn begeleiding samen, maar nu heb ik alleen. Maar hier kunnen ze echt perfect een broodje maken. Dat is helemaal niet duur, dus... Zo. Vandaar. Ik vind deze broodjes altijd lekker, vooral als je het live gamer bent. Ik ben een gamer natuurlijk. En het loopt allemaal heel goed. Ik ben nu voor UNICEF aan het helpen. Dus dan moet je wel even een goede lunch erbij hebben. Peper en zout? Nee, dat hoeft niet. Alleen zout alsjeblieft. En nu komt de saus erbovenop. Ik vind dat lekker en een beetje curry. Yummy. Ja. Ik vind dat heel lekker. Ik heb geen idee hoe laat het eigenlijk is. Hoe laat heb jij het?
10 of 11. Oh mij, dat is een mooie tijd om te brunchen, toch? Absoluut. Zeker weten. Waarom? Wil je meenemen, hè? Ja, ja, graag. Dan tel ik binnen en dan heb ik even naar de fruit shaken, dan moet ik even mijn fruit drinken. En dan is het tijd om huis te gaan en dan ga ik verder met de stream, jongens, voor UNICEF. Ja. Dus dat is wel heel fijn. 6,75. Zal ik binnen? Nou ja. We moeten er echt goed tegenaan houden. Ja. Heb je een pannetje nodig? Ja. Kijk alsjeblieft, hè. Merci, dankjewel. En eet smakelijk. Ja, dank je. Hoi. Jongens, even een broodje dicht doen. Ja, ik wil broodje in mijn tas doen. En ik ga het shaken. Ik zou zeggen, ik heb nu dus mijn drinken. En mijn broodje. Die zit hierin. Dus ik ga nu wel sluiten. Bedankt iedereen voor het kijken naar deze video. Hoop, vond je het leuk? Nou, een dikke shout-out bij Bakker en Bart. Hele lieve dingen. Ik zie jullie allemaal later. Tot de volgende keer. Doei doei. Zo jongens, welkom bij deze nieuwe video. Ja, het is nu alweer tijd jongens. We gaan nu richting de fruitwinkel. Terug eigenlijk fruitjes halen. Dus ik ga dat zeker even doen. Dan ga ik nog wat kleine dingetjes doen. Even zien, ik heb een kippenpoel hier. Even een maaltijdje halen, ongeveer 6 euro. Dan denk ik nu even naar mijn favoriete ding toe. Wel, ik ga even hier wel halen, hè. Voor vanavond, dan moet ik even koken. Hoi! Ja, dat is heel wat anders, hè. Ik met camera pas zonder camera. Dus dat is heel wat anders. Ik met camera pas zonder camera. Ja? Ik ben YouTuber. Oh, dat is ja. Ik wil voor, als ik ze neem. Doe maar, 200 gram. Bietjes. En dan, een spekkelapje erbij. En dan wat jus. Ja, want ik ben vandaag bij Glijf. Oh, leuk. Dus ik moet, flinke. Ik help mee met UNICEF, zeg maar. Oh. Maar dat beetje mag er wel bij, hoor. Ja, ben ik goed. En dat is een speklapje. Nee, hoor. Komt er aan. Kom ik binnen? Ja hoor, ga je gaan. Ja jongens, heb ik een lekkere maaltijd. Echt serieus, dat we echt niet van hebben. Kun je een tasje van mij eromheen doen? Zeker. Trouwens, een shout-out naar de kippenbol hier. De keurslagen. Die helpt mij heel graag. Dat vind ik altijd heel fijn. Dankjewel. Ja, dankjewel. Doeg. Ga je lezen? Ach, ga je weer lezen? En dan gewoon een grote zakje. Kijk zo. Yo mensen. Hey doeg! Doei! Ja, we gaan weer een keer. We gaan nog eventjes naar de fruitshop. Dat is wel heel belangrijk. Even mijn fruitje halen. Dus dat is wel cool. Dus gaat even regenen natuurlijk om te regenen. Ik ga lekker van een broodje. En natuurlijk een fruitshapje. En vanavond eet ik lekker bietjes, stamppot. Met een speklapje en spekjes. Dus dat vind ik heel cool. Ja, dat is ook wel lekker. En nu drink ik voor de lunch smoothie.
alles erop en eraan. En dan eet ik om 3 uur. Nee. Om 4 uur eet ik gewoon lekker mijn, mijn dingen. Mijn broodje gezond. Want ik heb geen tijd om echt uitgebreid te koken vandaag. Het is een beetje een drukke boel. Dus we gaan dat even halen. Ja, dat is wel heel belangrijk. En als het goed is, de fruitwinkel open. Fruitje, ik maak weer. Dus we gaan even halen. Dan even een fruitshotje halen. Een dagelijks shotje. Ik weet ook niet of het lekker is, ik heb dat nog nooit op. Ik ga dat zeker eens proberen. Misschien denk ik ook wel fruit, sap en bij je ijs op. De bord staat buiten, dus laten we maar rap naar binnen gaan. Dus ik ga dat eens even doen. En dan. Hoi! Fruit drinken, lekker. Hallo. Hallo. So, how are you? I'm good, you? Me too. Tropicana? Yeah. Okay. So, your boss, he know who I am. Yeah, I know. Okay. You were here once, I remember you. Yeah, I want to try one thing, and this is here, it's on short, you know? What? Not really sure. Not so sure. Yeah, it's well for a thing, but I want try something with camber. Mm-hmm. So a little okay. I want try it. So can I make you something with cucumber, banana, yes, strawberries, mango, yeah, mango, ananas, banana, okay, everything. Only not strawberry, you know. Okay. So I'm making right now a video. So ja, jongens, ik kom hier altijd mijn fruit drinken halen. Was ik een leuke zaak. En de meeste mensen kennen mij, ik kom weer altijd 1 keer in de week. Want dan heb ik gewoon genoeg vitamine om van alles te nemen. En zij gaat echt alles van mij bereiden wat er in die fruitshake zit, wat er in de shot zit. Zo, dan kan ik gewoon lekker mijn dag goed beginnen. En dat is gewoon oké, dat is gewoon lekker. Oké, jongen, sweet room, something. This? Lemon? Yeah. Yes. Oké. Okay. Dat is nice. Hier. Ik geef het u heel erg om. Ja, jongens, hier kom ik dus altijd. Hier heb je gewoon lekkere dingen. Hier heb je een heleboel fruit. Lemon, banana, mango, avocado, gember. Alles zit er hier doorheen. Ik vind het echt super lekker. Je zit hier ook aardbeien, jongens. Ik word er gewoon dat je niet weet wat het is. Dat zijn ineens grote dingen. Die mag ik alleen niet. Die zal ik niet nemen. Er is een allergie voor. Ze hebben hier ook honing. Ze hebben hier ook een laurierblad. Dat zit daar ook. Het is eigenlijk alles. Dat is zoekwitels. Dat vind ik eigenlijk wel zelf heel erg lekker, want daar hou ik gewoon van. Ja, ik ben van de gezonde dingen. Ik ben lijf, dus dan kan ik niet al te lang rust geven. Ik kan vandaag ook niet koken, helaas. Wat ze hier hebben is eigenlijk de lijst. Hier kan ik vaak uit kiezen en meestal doe ik alles. I tell the people on my camera, on my vlog, that I drink everything in one. Yeah. So, you want to say something to my people? Not here? Really, I'm shy. No, you can try. Come on. Thank you.
lekker. It smells so good, right? Yeah. It's my favorite drink. So I'm now to gaming for UNICEF. Mm-hmm. UNICEF is a big Here you go. Thanks. Enjoy. Thanks. Okay, hello. This is my drink. Good. So. Oh, that's very nice. Woo. Hier zit dus ook gember doorheen. Gember is een drankje wat je echt moet lusten. Als je niet lust, dan is het ook niet lekker. Maar dit is, gember is een beetje sterk van smaak. Er zit heel veel van in. Omdat ik gewoon anders bijna geen vitamine binnenkrijg, hebben ze hier iets op gevonden om toch mij alle soorten vitamine te geven. Waardoor ik toch al mijn vitamine binnenkrijg in één keer. En dat is dus eigenlijk mijn lunch. Dat is dus eigenlijk mijn... ja, het is gewoon eigenlijk een vitamine drink. Er zit bananen in. En alles eigenlijk wat je moet hebben om de dag goed te beginnen. Dus dit is eigenlijk het ding. Echt, thank you so much. Thank you. En dan zie je we next week. Yeah. Jongens, ik ga de vlog afsluiten van vandaag. Hoop ik vond het leuk. Ik moet nog even naar de Albert Heijn. Ik moet nog even een klein dingetje halen. Daarna ga ik naar huis en ga ik verder gamen. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Later.